verstand van inbraak. Mocht u denken, wat is dat ontzettend goed geschreven, dan vergist u zich, want dat wat geschreven is, dat ga ik nu pas voorlezen. Pasen 1990. Middernacht. Lily en ik rijden over een verlaten snelweg. Sigarettenrook hangt in de auto en filtert het groene lichtje van de radio. De heese stem van een zangeres. In that small café, the park across the way, the children's carousel. Lily kijkt strak voor zich uit. Ze heeft niet de kleren aan die ze anders draagt. Geen fluwelen pantervel of leren rokje, maar een joggingpak. Haar zwarte krullen bijeengebonden in een doek. Op de achterbank ligt een koevoet. In het handschoenenkastje een doorgeladen Beretta. We gaan de armband van mijn moeder halen. Inbreken. Armband. Gesprek met Lily te beginnen, te vragen bijvoorbeeld of dat pistool echt nodig is. Of wat cadeau zo mijn psychiater en haar ex-man van zoiets zou denken. Maar Lily zwijgt. Ze houdt haar ogen op de weg. Mijn god, waar ben ik in verzeild geraakt, denk ik. Tegelijk ben ik trots op de vrouw van de wereld naast me, die het met een verbeten vastberadenheid voor me wil opnemen. Mijn leven eindelijk in de kom laat schieten. Zonder enige uitleg van mij, Lily kent overal de weg. Lang voor de komst van de TomTom. Ze parkeert de auto in de lege straat, een meter of 15 van de bovenwoning die Harmien, dat is de naam van de ex, samen met haar nieuwe vriend heeft gehuurd. De ramen zijn donker, de gordijnen open. We hebben in de loop van de avond om het kwartier de telefoon over laten gaan zonder gehoor. Voor alle zekerheid drukken we 3-4 keer op het knopje van de bel. Niemand thuis. Dan zet Lily de koevoet tussen de deurstijl en de deur, die meteen openknapt. Inbreken. Armband. Kijk, vrienden. Zegt ze en kijkt om zich heen. Of er lichten aangaan, buurtbewoners voor ramen verschijnen, beweging op de begane grond, maar alles blijft donker en stil. We kunnen, schat. Onwezenlijk hier in de woning van mijn ex Harmien te zijn. Ik realiseer me dat ik haar eigenlijk nooit heb gekend en dat je in de meeste liefdesgeschiedenissen altijd meer geschiedenis hebt dan liefde. Lantaarnlicht van buiten en het schijnsel van een half maatje strijken over de vloer van de woonkamer. Er staat een imitatie leren bankstel met een plaveuze tafel. In de erker een barmeubel met een flesje Baileys. Boven de bank een reproductie van het hertje van Han van Megeren. Geen interieur voor een jonge kunsthistorica. Maar in de oude stadsmuur, stamcafé, gaat het gerucht dat Harmiens partner een laaggeletterde zakenman is die zijn vrouw en kinderen voor haar heeft verlaten.